Hallo mensen en welkom terug bij deze hele nieuwe episode waarin ik, zoals ik al heb verteld, ga minen. En waar ik naar ga minen, dat weet ik nog niet precies, maar ik ga even minen. Sorry mensen dat de video iets later is aangekomen dan verwacht. Ik had, dat spijt me heel erg, ik had een enorm drukke dag, zeg maar de dag ervoor. Normaal maak ik de video op dinsdag en dan wordt die woensdag geüpload. Waarschijnlijk wordt deze niet op woensdag geüpload, maar dus iets later. Dat komt dus doordat ik echt een vreselijk drukke dag had. Vergeef mij alsjeblieft. Verder dan zou ik echt altijd mijn best doen om op tijd te zijn en zo. Zodat ik heb beloofd ook hier zo'n extra lange special episode van maken. Gewoon omdat het kan, omdat het episode nummer 5 is. Er komen dus ook meer episodes aan, omdat het kan. Dus dat. Dat is eigenlijk wat ik nu even uitleggen. Wat gaan we doen? Ik moest eigenlijk even toortjes meenemen naar beneden. Want die heb ik dan weer niet meegenomen. Dat is wel dom. Wat ik eigenlijk ook heb mee moeten nemen is een iron pickaxe, maar ik heb nog niet eens iron gevonden, maar ik heb wel al gold gevonden. Dat is best wel sick eigenlijk. Dus dat. dus dat ook nog eens. Dus dat. Dus dat. Dus ik kan het ook gebruiken. Yeah! Tot niet eentje. Nice. Oh, daar krijg ik dus ook XP uit tegenwoordig. Dat ben ik nog steeds niet aan gewend. Dat je XP krijgt uit fucking mine. Ik vind het op zich wel fijn. Het is wel stoer. Het deed wel iets. Gewoon zeg maar dat je nu weet dat je sneller levels omhoog kan gaan en zo. Het is wel vet. Ik vind het wel een vet concept. Het concept is zeer geslaagd. Weet je, moet je horen mensen. Ik ga even iets doen. Ik ga doen alsof ik uit 1996 kom. Let op. Hallo, mijn naam is Matthijs en ik kom uit 1996. Dit is Radio Oranje. Hoor je dat? Ah, dat klonk echt grappig. Oké, wat ik dus even ga doen. Ik ga even naar boven lopen om mijn pickaxe net kapot te gaan. Wat dus niet de bedoeling was, wat ik echt best wel kut vind. Dus nu moet ik naar boven en dan moet ik een nieuw pickaxe gaan maken. Dan kan ik meteen even toortjes maken, want ik heb 28 coal. Dus dat is best wel veel in één zin. Best wel veel informatie. Ik ben er bijna boven en ik zie daar al fucking zand. En dat maakt een grapje. Ik moet even mijn schouder jeuken, want heb ik jeuk aan. Waar ga ik heen? Hierheen. Hier omhoog, hier zand. What the fuck? Ik snap die verdeling in deze... Dit is fucking planeet echt niet. Het is echt zand, steen, zand, steen, zand, steen, zand. Oké, snel naar binnen. Ah, nice, er zijn machines nog, man. Nee, jullie kunnen er lekker toch niet uit. Voor de mensen die zeiden... Oh, hij heeft die sheeps echt met de game mode gedaan. Dat heb ik niet. Hoe kom je erbij? Fuck jou, ga niet op die deur staan mappen. Ze kunnen niet met mij horen. Je maakt herrie, jongen. Je maakt herrie. Oh, wat doe ik allemaal? Je maakt herrie. Huh? Is hij doorheen? Ik hoorde in één keer die deur kapot gaan. The fuck? Ga maar terugkijken, dan hoor je in één keer een heel ander geluidje. Hup. Ik sla met de deur in elkaar hoor. Hier, nu moet je wat doodgaan. Hier, ga je gang. Nee, ga nu niet in de weg lopen. Thanks. Nee, deur dicht. Deur dicht. Zo. Wat ging ik ook doen? Oké, ik ging een pickaxe maken. Een nieuw pickaxe. Zo. Ik weet dus niet op welke dag dit wordt geüpload. Hoogstwaarschijnlijk is niet op dinsdag. Of op de woensdag, sorry mensen daarvoor. Het is wel echt mijn eigen schuld. Dus. Ja. Tenminste, het is mijn eigen schuld dat ik het niet op tijd heb doorgegeven. Want op die manier hebben ze dus niet kunnen zorgen voor een juiste vervanging. Voor deze paar seconden. Minuten, bedoel ik. Dus dat! Ik neem voor mijn zwaantje mee. En ik heb toortjes gemaakt volgens mij. Ja, ik heb toortjes gemaakt. Heb ik geen eten? Nee man, schijt ik geen eten mee. Fuck ja. Fuck ja, jongen. Oh, wacht, ik neem wel hout mee voor de... Oh, die heb ik nog bij me. Nice. Ik ben voorbereid. Thijs, man. Nice, je ruikt lekker. Oké, we gaan weer naar beneden toe. Poep. Ik zat even ondertussen een beetje verlicht, anders dan krijg je echt zo'n saaie episode. Ik hoop dat je trouwens naar beneden iets ervan hebben kunnen zien, want ik kan me voorstellen dat je dat heel slecht kon zien. Dus sorry daarvoor. Ik moet me ook vaak verontschuldigen deze episode, of niet? Ik heb veel dingen misgedaan. Ik heb veel dingen misgedaan. Dat klonk alsof ik ging zingen. Toch? Ja. Hoor, kun je ook dit geluidje horen? Volgens mij niet. Ik hoor in ieder geval een heel eng geluidje. Zoiets van, dat ging zeg maar zo. Ja, dat was wel om ontspannend te maken, weet ik het. Oké, wacht. Wat ik eerst even ga doen, dat is dit. Bam. Altijd handig om zo'n dingetje te hebben. En wat ik dan hiermee ga doen, dat is dit. Bam. Altijd handig om die er ook naast te hebben. Volgens mij kreeg ik net... Oh nee, ik wil zeggen, ik kreeg net een sms'je, maar dat kan helemaal niet, want mijn mobiel is leeg. En vanaf die... zeg maar, vanaf dat onderwerp kan ik meteen door naar het volgende onderwerp. Dat is dat ik een nieuw mobiel krijg. Jee.
mensen die zich nu afvragen, ja maar Matthijs, wat voor nieuw mobiel krijg je dan? Vertel me, ik wil het echt heel graag weten, ik ben echt de grootste fan van jou. Nou, de nieuwe mobiel die krijgt is de Samsung Galaxy Note 2. Die is pas een aantal dagen uit. Dus daar ben ik redelijk trots op dat ik die nog krijg. Yeah. En daar ga ik best wel stoer mee doen, zeg maar, de hele tijd op school. Zo van, hey, check mijn nieuwe mobiel. En dan gaat iedereen wel mijn mobiel gebruiken en zegt van, nee, dat mag niet, want dat is van mij. Dus dat. En dan ga ik dus gewoon even een beetje stoer doen. Stoer maar lopen te doen. Oké, ga je mee doen. Vroeger, voordat ik zeg maar video's maakte, toen speelde ik altijd Minecraft in mijn eentje. En pas nu ik zeg maar erover nadenk, bedenk ik pas hoe saai het eigenlijk is, Minecraft gewoon in je eentje. Want zeg maar, tegenwoordig speel ik het altijd online of dan zeg maar een gastrol voor jullie, terwijl ik erbij praat. Maar vroeger was het dus niet zo, toen maakte zeg maar gewoon een let's play in mijn eentje. Ik was gewoon survivalen, maar dat is gewoon... Nu er zo bij nadenken is het best wel saai om te gaan survivalen in je eentje. Kom op, dat is... Nu praat ik zeg maar tegen jullie. Jullie kunnen dit horen. Jullie antwoorden niet terug. Oké, ik ben best wel eenzaam. Maar jullie kunnen het horen. Dus het heeft zeg maar een goed doeleinde. Dat bedoel ik. Het heeft een goed doeleinde. En als je dat zeg maar voor jezelf doet, dan... Oké, dan kan je zelf je eigen wereld zien. Ja, en dan... Dan heb je een crafting table en zo. En van alles gemaakt. En dan kan je alleen jij dat zien. Daar heb je toch redelijk weinig aan. Tot helemaal niks. Dus... Best wel emo. Ik hoor hier ergens zombies. Dus dat betekent dat je of ergens een cave... daar zo. Of je ergens is een cave system in de buurt. Of... Yeah, mineshaft. Dat bedoel ik maar net. Nice. Ik was nog bang dat dit geen goede wereld was of zo. Om eigenlijk in te swipen. Waar zit hij dan? Hier boven, hier achter of zo. Wat is die? Nice. Kijk, dat had ik nou net nodig. Ik hoor gewoon dat er skeletons en zo overal zijn. Waar zit je? Oh. Ik moet echt even dat stukje eraf blokken, anders ga ik echt nog een keertje dood. Oh, kut. Daar zat die creeper toch? Ik ben echt helemaal gedesoriënteerd, zeg maar. Snel. Bam! Afblokken! Snel! Oké, wat moet ik nu doen als volgende? Ik ga dit ga ik erin duwen. Dan kan ik eindelijk die gold daar minen. Dan maak ik als volgt een fucking axe. Dan kan ik die gebruiken om deze dingen mee te nemen. Let op, dan kan ik deze meenemen. Want die zijn altijd mooi om mee te fashion. Als je weet wat ik bedoel, dan kan je mooie randjes er zo mee maken. Dus die neem ik mee. Die neem ik eigenlijk altijd mee, want dat is gewoon mooi om zeg maar te gebruiken bij het maken van dingen. Mooi. Ik vind het mooi dat ze, ik ben blij dat ze die dingen erin hebben gedouwd van die hekjes. Maakt toch wel dingen mooier en zo. Hup. Nee, er zit geen... het is best wel crowded hier, of niet? Creeper spam, fuck you! Fuck you! Niet ontploffen. Yeah! Feeling epic right now. Because I just defeated a creeper. Jullie krijgen een lange episode, omdat jullie dat willen. Het is jullie, dan krijgen jullie makkelijk. Wat ga ik nou meer doen? Ik ga zoeken. Eigenlijk wil ik deze aflevering zou ik echt... Dat zou fantastisch zijn, maar deze aflevering zou ik nog diamond willen vinden. Dat zou ik helemaal geweldig vinden. Zeg maar, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik zou het geweldig vinden als het wel gebeurt. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk geweldig, ook al gebeurt het niet in de vijfde episode, maar in de zesde of in de zevende of in de achtste. Eigenlijk is het altijd leuk als je diamond vindt. Kom op, daar kan je gewoon niet mee. Zou mijn iron al klaar zijn? Ik denk het wel, maar dat boeit niet, want ik ga nog even naar doorlopen. Oh, ik moet echt even een manier vinden waarop ik goed eten kan krijgen. Nice! Mi gusta! Bam! Oké, wat is dit voor een nutteloze plek? Boom! Wow. Oh. Wat vind je trouwens van... Ik heb trouwens het geluid nu aanstaan van Minecraft. Ik weet niet of je het heel goed kan horen, maar ik heb het aanstaan. Als je het niet goed kan horen, zou ik het volgende keer net iets harder zetten. Als je wel goed kan horen, dan zet... Zeg maar, dan... laat ik hem zo. Dan kunnen jullie ervan genieten. Want volgens mij vind ik dat wel een stukje leuker als Minecraft eruit het geluid zelf zeg maar ook aanstaat. Ik heb zeg maar niet de muziekjes van Minecraft aanstaan, want die vind ik zelf een beetje kut. Dus ik heb gewoon een copyright-free muziekje eronder gezet. Alleen, ik heb zeg maar wel de geluidjes aanstaan. Dus zo. Zo. Maar die geluidjes, die heb ik al aanstaan. Verkeerde. Yes, klaar.
Dat heb ik wel eens een hekel aan. Zeg maar, in het begin is het heel fijn als je van die fucking grote stacks uit kool vindt. Maar na een tijdje wordt dat gewoon kut. Ja, serieus. Want dan ben je gewoon fucking een half uur aan de minen om een keertje zo'n hele stack met kool te vinden. Echt kut. Hier, kijk, dit kan nog wel. Dit zijn er een stuk of 7 of zo van die blokjes. Oh, is het nu ook kapot? Next. Kijk, maar dat kan dus nog wel. Dat is nog niet zo irritant. Maar als je echt zo'n dikke bende vindt, weet je wel. Dat kan nog best wel eens irritant zijn. Eigenlijk moet ik even afzetten waar ik zeg maar vandaan kwam. Want dan ga ik geheid vergeten. Geloof daar maar. Geloof daar maar in. Maar ik wil ook zeggen geloof dat maar. Dus geloof daar maar. Oké? Okay? Nice. Ik verzamel nog steeds al die hekjes. Want die vind ik gewoon nog steeds awesome. Die ga ik ook meteen gebruiken als ze straks terug zijn. Voor het huis. Als jullie dit irritant vinden dat ik die hekjes meepak, dikke scheid. Want ik vind het echt maar niet irritant. Maar ik zal het zeg maar zo meteen wel stoppen met dat doen. Want ik heb wel genoeg hekjes denk ik. Ik wil een even aantal. Als je geen even aantal hebt, dan kan je daar helemaal niks mee. Hoeveel heb ik er? 64. Nou, huppakee. Dat is toch mooi. Dat is toch mooi naar de kaart. Ik vind het wel best zo. Wow. Chill, wat is dat? Helemaal niks. Dat is creeper. Creeper. En daar zo? Zombie. Zombitch. Ja, ik heb ook Call of Duty gespeeld. Zombies. Zombitch. Als ik een pijl en boog bij me had, had ik hem neergeschoten. Maar ja, die heb ik niet bij me, dus kan ik maar nu neerschieten. Dikke weg. Volgens mij kan ik in dit ravijn best wel veel vinden aan sources. Dat weet ik ook niet zeker. Denk ik. Dat denk ik gewoon. En dat ga ik ook even weghalen. Yeah, look at me now. Ow. Look at me now. Ow. Look at me now. Ow. I'm getting paper. Ik heb trouwens goed nieuws over mijn eigen kanaal. Waarschijnlijk zijn wij partner. Dus dat. Als je wil kan je ook even kijken nemen op mijn eigen kanaal. Ga je gang. Maar daar ben ik hier niet voor. Ik ben hier natuurlijk voor de David Games. De David Games is dat awesome kanaal. Wat zeg maar het meest awesome kanaal. Awesome is. Wat awesome is geweest. Wat nog altijd awesome zou blijven. Wat nog altijd awesome is. Dat kanaal bedoel ik. Me gusta. I want you. Kom hier. Yeah. Oh, er is meer. Take it. Take all the armen. Oh, er is nog meer. Ja, er is nog meer. Fuck you. Ik hou van Iron. Iron is zich. Hoe dan ook. Maakt niet uit. Best maar hoe ver je op bent. Speel Iron blijft een leuk speel. Gewoon, het is niet slecht. Maar het is ook niet zeg maar, moeilijk te vinden. Dus eigenlijk is het. Ja, het is nice. Ik weet niet wat het is. Iron is leuk. Kan ik deze kant ook op? Oh, ik kan zeker deze kant op. Maar ik ga liever deze kant op. What the fuck? Yo, fuck ja, maar gaan we gewoon exploderen ofzo. Nice! Zo. So. Explodeer. Bam! Dat geluidje, ik hoop dat jullie het ook horen, want het is echt epic. Ja, fuck ja, jongen. Ja, volgens mij zit daar een mob spawnen. Wow. Oh, ik dacht dat ik werd gehit, maar ik heb... Oh nee. Kut. Ik moet terug naar mijn huis. Waar moet ik heen? Fuck, waar moet ik heen? Volgens mij dit kan op. Oh, ik moet echt zodra ik boven ben, moet ik eten gaan zoeken. Ik ben echt zo slecht in het verzamelen van eten gewoon. Hier komt vandaan. Yeah! Take it. Wegwezen. Kan ik dood? Welk niveau staat dit ding? Oh, starve to death. Ah, oh, lekker boeien. Ik alles weer omhoog. Nice. Oh, sorry trouwens mensen. Ik zie nu pas dat ik de standaard dexterpack aan heb staan. Sorry. Dat komt omdat ik in mijn vorige video, dat heb ik in een andere video, heb ik dat misschien wel verteld. Dat mijn dexterpack doet de laatste tijd. Oh nee, dat was het. Nee, een grapje. Grapje. Dat was een van mijn eigen video's volgens mij. Maar mijn texturepack die doet de laatste tijd een beetje gek. Tokenkraft 1.3.1 of 2, weet ik het. Die doet de laatste tijd een beetje gek, waardoor ik... kijk, daar is allemaal stuff. Waardoor ik dus die even niet meer kan gebruiken. Dat doet een beetje gek. Dus dat. Dus heel even geen dokenkraft voor mij. Vind ik op zich best wel jammer. Dokenkraft vond ik altijd wel leuk. Leuk texturepack. Maar het is op zich best wel zeg maar vernieuwend. Want het is heel gek. Die oude texturepack die ik nu heb. Zeg maar, okay. Die oude texturepack die ik nu heb, die is zeg maar vernieuwend. Omdat ik eerst dat ik Tokenkraft had. Dus nu ik deze heb, is dit zeg maar weer nieuw voor mij. Het is echt heel erg gek. Maar het is, als je het snapt, dan snap je het. Snap je? Ik snap het wel.
Let's take all the gold. Let's take all the gold. Hup. 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 Gundam style. Grapje, dat was een woordgrapje. Omdat ik zei wop wop wop. Hup. 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 Gundam style. Zet die daar neer. Zet die daar neer. Zet die daar neer. En dan moet ik even hier de helft van pakken. Hoep. 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 En doet hij er ook in. En dan zijn ze allemaal mee bezig. Dan pak ik dit meteen mee. Zou ik dit... Nee, ga ik... Ik wou zeggen, zou ik dit even uithollen? Maar ik ga het zeker niet uithollen, want ik haat uithollen. Ik moest even doordenken bij uithollen, maar dat doe ik me niet. Bah. Volgens mij is het daar zo'n spin, of niet? Volgens mij wel. We zullen zien, we zullen zien. Wow. Oh, daar zo ben je. Hi. Als kids? Bij mij wel namelijk. Met jou niet zie ik, want je bent dood. Oké, wat moet ik doen? Ik moet... Oh. Schijt, ik heb geen zin om terug te lopen. Fuck, teruglopen. Teruglopen is de mainstream. Help. Bam! Fucking Iron Sword, man. We zijn het upgraden, alles. Je weet je, ja. Oh, mobspannen. Als je dacht dat was clownfish. Nee, dat was geen clownfish. Dat was mobspannen. Fuck je. Yeah. Serieus? Met een beetje geluk is het nog een fucking skeleton. Yeah! Yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Skeleton mobspawner! Skeleton mobspawner! Skeleton mobspawner! Geil! Geil! Zijn ze al dood? Yo! 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 Sterf! Ga dood! Wow! 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 Ik moet hem onschadelijk maken! Ik moet hem onschadelijk maken! Ik moet hem onschadelijk maken! Vecht tegen elkaar! Vecht tegen elkaar alsof er niks is! Yep! Kut, ik moet eten, jongens. Snel. Regenereer. Oh, hij is nu al dood. Ik dacht dat hij al dood was. Nice. Oké, ik heb nu twee keuzes, jongens. Ik kan helemaal niks. Yo, ik kan dit eten. Ik heb nu twee keuzes. Ik kan nu stoppen met opnemen en straks verder gaan naar het eten. Of ik kan even keihard wegrennen. Oeh, hoor die de pijl. Kut. Hoera! Oké, jongens, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan nu even hier torch ophangen, anders dan wordt het hier wel heel donker. Zien jullie mij niet eens? Oké. Wat ik nu kan doen... Wow. Oh, ik zit helemaal vast in mijn eentje. Wat ik nu kan doen, jongens, ik kan nu stoppen met filmen en dan kan ik zo meteen doorgaan naar het eten. Ik kan ook nu stoppen met filmen en gewoon niet doorgaan naar het eten. Maar dat doe ik niet. Ik denk dat ik nu ga stoppen en na het eten ga ik gewoon lekker verder. Dus dan zie ik jullie zo meteen. Doei! Doei! Hallo mensen, bedankt dat jullie nog even lekker kijken naar deze video. Ik heb net even lekker gegeten. Drie keer raden wat ik heb gegeten. Jullie raden nooit wat ik heb gegeten. Ik heb gegeten. Ik ga op vakantie en ik heb gegeten. Nee, wat ik dus heb gegeten, dat is spaghetti. En ik vond het zeer lekker en leerzaam, want het was echt heel lekkere spaghetti, zeg maar. Waar ben je? Je stond net nog een skeleton, toch? Ben ik nou gek? Nice, rennen! Rennen, gewoon sprinten, jongen! Boek! Ah, fuck! Fuck, yeah! Oh yeah, ik ben fucking master. Wat zit hierin? Brood! Ik mag niet doodgaan. Snel terug. Ik heb het toch zelf gehad. Yeah, look at me now. Nice, best wel veel shit. Brood, snel brood eten. Ik ben fucking hectisch bezig, jongen. Ik heb best wel veel lijp shit. Cocoa beans. Deze heb ik ook trouwens mee. Hoppakee. Ik heb meteen alles mee, ouwe. En hier ga ik een mooie mob trap van maken. Als je dat maar even weet. Wat kan ik hier van maken? Nice. Ga maar weg. Donderen. Wat kan ik hier van maken? Even kijken wat hier zit. Helemaal niks, oké, dan ga ik kort even terug. Je kan er mooi wol van maken. Dat las ik al in de vorige reacties trouwens, dat ik hier zo wol van moest maken. Dat ik hier zo, ja, van de Sphinx moest wol gaan maken. Dat was ik eigenlijk helemaal vergeten dat ook nog komt. Oh, kut, nee, ik wil niet dood. Jongens, niet dood. Gaan, niet, nu. Nee. Fuck. Nee. Oh, god, yeah. Fuck. Yeah, fuck. Ik ben echt awesome. Zo
soms echt gevoelig te cool ben voor deze wereld. Sorry dat ik het zeg, maar het is volgens mij gewoon echt zo. Oh jee. Het is ongelooflijk eigenlijk. Half uit je hoofd houden. Of hou je standaard een half uit je hoofd als je gepoisoned bent, dat kan ook. Ja, maar dat dacht ik ook bij Starve, als je doodging van de honger. Dacht ik ook dat je nog iets overhield, maar dat was dus blijkbaar ook niet zo. Die wil ik eigenlijk even hebben. Ik heb net genoten, jongen, van spaghetti. Ik had echt fucking honger. Ik moest naar school tot 5 uur vandaag. Wat is gewoon een fucking lange dag was. En ik was uiteindelijk was ik er 6 uur thuis met reizen en zo er ook nog bij. Kom op. Dus met reizen en zo was ik dus uiteindelijk 6 uur thuis. Wat is best wel sick was, want dat is best wel fucking laat. Kom op. Ik wil trouwens niet doodgaan, even dit weten. Minecraft. Thanks. Als ik nu word gepoisoned, ben ik eraan. Ik moet dat ding onschadelijk maken. Nee. Ik ga zo dood. Ik ga dood. Nee. Ik kan inderdaad niet dood. Lol. Ik ga trouwens deze episode nog 5 minuten langer ongeveer maken. Hij wordt niet te lang, hij wordt ongeveer 22, 23, 24 minuten, zoiets. Hier moet ik eigenlijk even snel langs. Nee, fuck! Nee! Fucking rage, jongen! Daar word ik echt helemaal ziek van. Waarom? Waarom moet je ze mij hebben? Omdat ik het enige poppetje ben op deze planeet op dit moment, misschien. Ik kan gewoon wilde gok. Weet ik ook niet zeker, als ik bedoel wilde gok, misschien ben ik gewoon helemaal niet het enige poppetje. Misschien loopt er ergens een fucking Herobrine of zo, je weet zelf. En dan gaan we trappen naar beneden. Dan ga ik de spullen oppakken. Dan ga ik even snel alles onschadelijk maken. En dan ga ik stoppen met deze episode. Want dan is die ook wel lang genoeg geweest. Ik had net al 17 minuten opgenomen. Had ik net even snel gekeken. En dan komen er nog ongeveer 5 minuten bovenop. Waardoor de episode ongeveer 22 minuten is. Dat heb ik even snel uitgerekend. Dat was niet zo moeilijk. Want het was niet zo moeilijk. Huppakee. Ik ben ook een rekenwonder trouwens. Ik heb een schoolvrijstelling voor rekenen. Ja, bij ons zit het rekenen. Geen wiskunde, maar rekenen. Want het is alleen maar rekenen. Het is geen wiskunde. Ik bedoel, het is geen dikke algebra of zo. Algebra heeft helemaal niks te maken met wiskunde. Ben ik dan dom? Ik lul een beetje, grapje. Maar zeg maar... fuck you! Fuck you! Ik moet er langs. Ik moet en zal er langs gaan. Daar kom ik toch nooit doorheen, jongens? Ik moet... fuck. Kan ik slash back doen? Slash back. Fuck jou. Oké, wat ik dus even snel moet doen is denk ik even snel een fucking wapen maken. Los. Zo. Die heb ik. En dan ga ik even snel hierheen. Die heb ik. En die heb ik dan ook. Snap ik die. Hey, jongen. Laat eens mijn deur nog een keer kapot te maken, jongen. Deur dicht. Fuck jou. Oké, nu moet ik heel snel terug voordat mijn spullen gaan despawnen of zoiets. Want dat zou ik echt niet blij vinden. Ik heb 1 bericht op Skype. Die ga ik zo meteen even lekker lezen. Ik hoop dat het een positief bericht is, want het zou fijn zijn. Want positief bericht is altijd leuk, toch? Ik bedoel, leuk een negatief bericht. Wie wil nou een negatief bericht krijgen? Er zit toch niemand te wachten op een negatief bericht? Waarom zou je in godsnaam een negatief bericht willen? Het zou zelfs zijn dat je geen positief bericht zou willen. Maar wel een negatief bericht, weet je wel? Geen positief bericht is ongeveer hetzelfde als een negatief bericht krijgen. Dat is niet waar, want je kan ook zeg maar een negatief bericht krijgen terwijl je ook een positief bericht niet krijgt. Het gaat te ver. Hoezo kunnen ze mij aanvallen? Fucking sprong van de fucking meter zeker. Fuck jou, jongen. Is hier fucking geglitcht of zo? Ga gewoon dood. Zo moeilijk is het niet, geloof me. Ja. Fuck you. Nee. Ai! Fuck! Oké, jongens, ik ga stoppen met opnemen. Ik ga het even offline doen. Tot de volgende keer, anders wordt de episode te lang. Kijk de rest van de video's. Thumbs omhoog. Like de video. Je weet zelf, dikke shit. Kom allemaal zombies aan en shit. Dus ik ga doei.